Goeiedag, ek is Christo Smit, takvoorzitter van Wolmaranstad, se Afriforum tak. Die paaie is in een verschrikkelijke toestand. Die infrastructuur gaan maar net tot niet, dit wordt glad niet in stand gehou nie. Daar is paaie wat eigenlijk onbegaanbaar is op hierdie stadium. Dit was teerpaaie, maar als gevolg van stormwatersloten wat dysfunctioneel is, het die water in die straten afgeloop, van die teer beginnen oplig, die gaten al groter en groter geworden. En met die afgelopen seisoense hoë reënval het ons aansienlijke skade aan die paaie gehad. Dele van die dorp is reggemaak of die paaie, die teer is opgeskraap en gerol dat het basis een goede grondpad is. Ons het die afgelopen financiële jaar 3 ton teer aangekoop en projecten in die dorp gedoen wat ons slaggate toegemaak het. Maar gegeven die toestand van die paaie is het eigenlijk nou een onbegonne taak om hier een gaatje recht te maken, maar daar is sulke slote en goeders wat net niet haalbaar is om recht te maken. Ons het vir die school al een klompie sakke teer gegee om die schoolse infrastructuur, hulle teerpaaie, ook in stand te hou. Ons het toerusting wat onder andere 5 bossie kappers, boerskatters is, een groot self aangedreven grassnijer en dan nou maar die gewone ketangsaag en gewone saag en grawe en goeders om dan nou sypaadjies en stormwatersloote bossies skoon te maak. Indien Afriforum nie betrokken sou gewees het in die dorp nie, denk ek sou dit baie slechter gewees het, want die initiatieven wat ons het om te help met opruiming van gras, sypaadjies se gras sny, bietjie die plek aan die kant probeer maak so ver mens kan, tot binnen ons vermoe het daarom bygedra dat die plek nie heeltemal vergaan of heeltemal verval nie. So ek dink as Afriforum nie betrokken is nie, dan sal het nog baie slechter gewees het.